Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 24. Het is nog vroeg, alleen, oei. Nog vroeg niet, het is 9 uur momenteel. Het is niet vroeg. Maar ik ben wel al lang wakker. Ik heb ook heel slecht geslapen deze nacht. Door deze. Door mijn melk. En nu lijkt het alsof er weer niks aan de hand is, hè, melk. Ik was heel de nacht aan het niezen. En bijna aan het stikken precies of zo. Echt niet normaal. Ik kreeg geen adem. Ik heb het allemaal wel gefilmd. Dus wij gaan vertrekken naar de dierenarts. Ik heb net gebeld en ik mag binnen een half uur gaan. Dus dat gaan we doen. En melk even toch laten checken, hè? Voor de zekerheid. Ja. En het ding is, ik vond dus al dat hij zo raar ademde al een paar dagen. Niels zei dat ook. Die ademde zo, ja, zo hard. En dat doet hij normaal niet. Dus had ik gisteravond een afspraak gemaakt met de dierenarts voor dinsdag, de 29e. En nu deze nacht was hij echt... Ik zal hier beeldjes invoegen van mijn gsm. Dan kunnen jullie zien hoe hem deze nacht was. Maar ja, het was echt wel erg warm. Dus ik ga me snel aandoen, in de auto springen en naar de dierenarts rijden. Oké, goedemorgen. Allee, goedemorgen. Het is ondertussen bijna 2:30. Met Milky alles goed. Gelukkig. Hij is gewoon verkouden. Heeft een ontsteking op zijn tandjes. En is verkouden. Dus Milk. Okay. Antibiotica en ontstekingsremmers gaan helpen. Ik was heel moe, dus ik heb mijn vlog geëdit voor die vandaag online kwam. En dan een dutje gedaan hier. En nu ga ik mij douchen en dan hapjes maken. Want we gaan nu toch gestopt is met regenen. Heel even naar mijn ouders toe. Mijn zus viert met haar vriend. Die haar knuffelcontact. En mijn ouders zijn dus met 2. Waardoor als Niels en ik er zijn, we dus met 4 zijn. En we buiten bij het vuur wel iets kunnen doen. Dus we hebben besloten dat we de hapjes daar samen gaan op eten aan het vuur. En daarna komen Niels en ik terug naar hier. Hoi. En gaan we hier ons avondeten echt eten. Oké, mijn batterij was plat. Maar wat ik dus zou zeggen is dat wij dus naar mijn ouders even gaan dan. Bij het vuurtje. Dan hebben we toch iets gezellig. En daarna komen we terug. Dan gaan Niels en ik hier eten. Maar, Milky! Maar nu ga ik eerst mijn douchen. Want het is nodig. Zo. Mijn haar is vettig. En moe. Maar, ben je moe? Drink Malou. Oké, echt 5 minuten shower genomen. Mijn gezicht ziet er weer uit als een spook nu. Maar oké, ik ga hapjes maken. Die ik normaal had voorzien voor mij en Niels. Maar dan kan ik die meenemen. Straks even, oh my, ik heb de hik al de hele tijd.
naar mama en papa. Ga ik jullie even zetten. Mijn make-up gedaan. As you can see. Nu ga ik even mijn haren nog doen. Thuis. We hebben ondertussen thuis ook gegeten en kerstdinner gehouden. Ik denk dat we nu misschien nog een kerstfilm of zo gaan kijken. En daarna ons bed in. Sowieso. Het was een andere kerstavond, maar het was wel leuk, hè? Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt ook allemaal om naar Vlogmas te kijken dit jaar. Wij vonden het alleszins heel leuk om Vlogmas voor jullie te doen. Dus zeker thumbs up voor deze laatste Vlogmas. Laat ook een leuke comment na. En vrolijke kerstfeest iedereen! Bye bye!